Mijn naam is Michelle Deugd. Ik werk sinds 7 jaar hier in Costa Rica met Rainforest Alliance. En ik oversie de activiteiten van de landbouwafdeling. Onze landbouwafdeling richt zich met name op het geven van technische assistentie. En in dit geval van Nespresso voeren we gezamenlijk met hen uit een heel groot technisch assistent project verspreid over heel Latijns-Amerika. Dat houdt concreet in voor koffie dat het onze duurzaamheidsconcept is gebaseerd op 3 pilaren. Milieuvriendelijk, sociaal gelijk en economisch rentabeler. Doordat onze praktijken integraal zijn, helpt het de boeren om een uiteindelijk betere productiviteit te verkrijgen. En dat houdt in dat wij boeren trainen op het verbeteren van bodemmanagement, het voorkomen van erosie, het verbeteren van sociale condities op de boerderijen van de werkers, watermanagement. Nuestra idea era mejorar, proteger el medio ambiente y con proteger el medio ambiente se protegiendo las aguas y el programa eso es lo que traía, porque nosotros, por ejemplo, ese árbol que está ahí es sembrado por mi hija, yo les traía mangos y él guardaba la semilla y los traía que los sembrara a mi hija y a mi hija. Het gaat meer dan alleen milieu. Ja, Rainforest Alliance heeft met het kikkertje natuurlijk een heel groen imago, maar onze sociale eisen met betrekking tot werkers, maar ook veilige werkcondities zijn heel, onze standaard is heel hoog. Boeren vragen zich af, waarom zou ik dit moeten doen? En na 3, 4 jaar zeggen de boeren, de families, nee, wij zien werkelijk, en dat is ook de reden dat we blijven, dat de praktijken die we hebben geïmplementeerd een heel positief effect heeft op onze bedrijfsvoering. We zien dat er betere productie is zien. We kunnen het in dit bedrijf heel goed zien. De productie is hoger als de bedrijven naast dit bedrijf. Het is duurzamer, het is constanter gedurende de jaren. En dat terwijl de productiekosten naar beneden zijn gegaan, omdat deze boer veel minder chemicaliën en heel weinig chemische bemesting gebruikt. Boeren zijn heel positief over het gebruik van de praktijk en dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat.